Hoi, ik ben Esmee en vandaag gaan we de nieuwe Sony vlogcamera testen. En dat doen we natuurlijk niet in de studio, maar op de boot. Dus ik neem jullie mee. Oké, deze camera is dus gemaakt en ontworpen door Sony voor contentmakers en voor vloggers. En dat zie je bijvoorbeeld al aan dat de recordknop echt gigantisch is en op een andere plek zit dan normaal. En daardoor kun je meteen beginnen met opnemen. Nou, daarnaast is de autofocus mega snel en focust die altijd op je gezicht of op je ogen. Oké, let op. Focus is natuurlijk altijd heel belangrijk, maar als je bijvoorbeeld vlogs maakt op het gebied van beauty of een unboxing, dan zie je heel vaak dat iemand iets voor de camera houdt en daarna zijn hand erachter doet om scherpte te creëren. Maar deze Sony vlogcamera heeft een bepaalde setting waarop dat niet meer hoeft. En zoals je ziet komt dit direct heel scherp in beeld. Bizar, hè? Gaat echt snel. Over scherptediepte gesproken, als je nou een professionele uitstraling wil hebben door de achtergrond wazig te maken, een beetje zoals de portretmodus op je telefoon, dan kan dat dus met één druk op de knop. En ik vind dat er wel echt heel tof uitzien. En het gaat heel snel. Ik ga nu even het verschil nogmaals laten zien. Nu staat hij uit, dus de achtergrond is helder. En nu wordt de achtergrond onscherp. En dat is dus met één druk gebeurd. Zie je het? Als vlogger ben je natuurlijk best wel vaak aan de wandel tijdens het filmen. En dan merk je, zoals hier ook te zien is, dat je beelden best wel een beetje shaky of schokkerig kunnen worden. Maar daar heeft Sony iets moois op bedacht. Zoals je ziet zit er een ingebouwde stabilisator in en de beelden zijn nu veel vloeiender dan net. En dat is natuurlijk altijd nodig bij een goede vlog. Nu hebben we het natuurlijk al heel lang over het beeld gehad wat deze camera geeft. Maar geluid is ook heel erg belangrijk als je aan het vloggen bent. Nou, de ingebouwde microfoon is verbeterd, maar hij wordt ook geleverd met een windkapje. Zodat je zelfs, zoals ik vandaag, op de boot goed verstaanbaar bent. Nou, dit was hem weer. De dag op de boot zit er weer op. En ik denk echt wel dat ik hem goed heb kunnen uittesten. Ik ben super enthousiast over deze camera. Hij heeft een goede stabilisator, autofocus is heel erg goed, de depth of field, dus dat de achtergrond wazig is ook heel goed. Microfoon vond ik ook echt heel goed. Eigenlijk vond ik alles dus best wel goed. Ik denk daarom dat dit echt de ideale camera is voor vloggers. Dus ja, ben jij nou ook een vlogger? Laat je kanaal eventjes achter in de comments en vergeet niet het duimpje omhoog te doen, hè? Doeg!